momenteel vallen 5 slachtoffers te betreuren. Vannacht is nog een 5e slachtoffer overleden in het ziekenhuis. Een 8-tal zwaar gewonden. En wat de lichtgewonden betreft hebben we geen definitief zeker cijfer. Maar dat gaat rond de 65-tal gewonden zijn, lichtgewonden. Gisteravond was er nog sprake om dan vandaag dat festival te hervatten, maar dat kan niet meer. Hè? Nee, ik denk in de huidige omstandigheden dat de Pukkelpop-organisatie terecht een moedige beslissing heeft genomen om het festival stop te zetten. Ik kan u zeggen, de organisatie is echt wel heel erg aangeslaan. Maar ook vooral uit respect voor de slachtoffers en de familie, de nabestaanden, is er beslist om het festival stop te zetten. Gisteren is daar niet geëvacueerd, maar wat gebeurt er dan nu eigenlijk? Op de camping inderdaad was niet nodig om echt te evacueren. Er is wel de mogelijkheid geboden aan de festivalgangers om naar de Oude Philips-site te gaan en naar de grenslandhallen. Maar diegenen die wilden blijven, konden op de camping blijven. Aan die mensen gaat nu gecommuniceerd worden dat het festival wordt stopgezet. En daar worden nu, net zoals gisterenavond trouwens, extra bussen ingelegd, extra treinen ook, om ervoor te zorgen dat die uittocht, dat die zo rustig mogelijk gebeurt. Maar uiteraard bestaat ook nog altijd de mogelijkheid voor de ouders om hun kinderen met de wagen te komen afhalen. Ofwel aan de site zelf, ofwel in de buurt van, zeg maar bijvoorbeeld de stationsomgeving, om toch die uitstroom een beetje verdeeld te laten verlopen. Was dit nu te voorzien? In die zin, er was wel onweer aangekondigd. Maar hoe schatten jullie dat in? Ik denk dat dit echt niet te voorzien was. Dit is een echte windhoos geweest. Dit heeft Hasselt nog nooit gezien, nooit gekend. Dus ja, het noodlot bijna dat hier heeft toegeslaan. Net op het moment dat zo'n groot festival hier plaatsvindt. En dan net op die weide. Ja, dat is echt het lot geweest dat niemand kon voorzien. Een droomeditie van Pukkelpop die een nachtmerrie werd. Dit is een absolute nachtmerrie die niet in woorden is om te brengen, inderdaad. Maar nog veel erger, natuurlijk, die verschillende slachtoffers, hun familie. Ik denk dat onze gedachten eigenlijk vooral naar die mensen moeten uitgaan.